Lady, ga zitten. Bijna ergens, hier in de buurt. En toen waren we alweer op locatie, joh. Een hele goede middag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick, Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag vrijdag 21 januari 2022 en het is nu net 1:30 geweest. Ik heb geshowerd, Roos met de hondjes. Ik ga hier nog een beetje wat opruimen, wat hier achter me staat, wat gaat. Maar we krijgen vandaag een dossier, dat is namelijk mijn editor Niels. Dus ik zou zeggen, heel veel plezier bij deze gloednieuwe vlog. Zo, we zijn weer thuis. En ik ga eventjes wat eten maken voor mezelf. Dat is gewoon nog eventjes een middag eten, zeg maar. Gewoon even een broodje met lekkere kipfilet, maar dan al met kruiden erop. En van Ozan. Dat is deze. Lekker! Heb ik morgen ook wat, zeg maar. Deze kip vind ik erg lekker. En deze krijg ik tenminste weg, gelukkig. Want nadat ik dus positief ben geweest vorig jaar, is mijn smaak heel erg veranderd. En ja, soms dan smaakt het gewoon niet lekker. En deze kip, ja, deze kip kan ik gewoon hebben. Dus dan ga ik dat ook maar lekker doen. Daar heb ik gewoon ook even zin in. Dus lekker met een Turks broodje bij. Kijk, ik heb een lekker broodje hier. Lekker, lekker, lekker. Dat heb ik voor morgen ook nog. Dus ja, mag niet klagen. Het gaat gewoon goed. Ja. Yeah. Precies dat. Lady, ga zitten. Goed zo. Lof, kom. Alsjeblieft, schatje. Tot strakjes. Ga je een sigaar roken, schat? Goed zo. Nou, dat moet naar de kelder. Dat moet weg. Dat kan ik gelijk meenemen. Deze blijft nog even hier staan. Hartstikke fijn. Die is niet zo heel zwaar, dat scheelt, dus dit kan weg. Kijk, Roos even bezig in de auto. Yes, dus dat. Nou, dit gooi ik zo even weg. Zo, we zitten dus in de auto. We zitten nu bij, vlak bij de Hornbach Amsterdam. Ja, bij de Hornbach. Bijna ergens hier in de buurt. Maar we zijn dus nu druk bezig om richting Niels te gaan, om Niels op te halen, gezellig. Hij blijft even een weekendje logeren en ik ga hem leren hoe ik die op een juiste, correcte manier en goed en snel kan editen. Ja, precies dat. Dus komt helemaal goed. Kijk, en nou zijn we bij de Hornbach Amsterdam. Ik weet of jullie het een beetje kunnen zien. Kijk, Hornbach. Hornbach, kijk, daar, ja. Daar hebben we dus de Hornbach. Dus ik ga even nog even de navigatie doen. Want ja, Rodi vindt dat fijn dat ik dat doe op mijn neem. Dus dan doe ik dat ook. Rustig en wel. Dus ja, gaan we lekker doen. En toen waren we alweer op locatie, joh. Ik sta dus nu in de lift. Even snel, 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 snel. Ja. Ah. Is leuk. Ja mensen, het is nu al inmiddels al 3 uur midden in de nacht. We hebben lekker goed gewerkt, Niels en ik. Ja, Niels is er al en hij zal morgen in de vlog komen, zeker. Maar ja, ik heb er niet meer aan toegekomen om eigenlijk mee te vloggen. Maar ik wil jullie wel bedanken voor het kijken naar deze vlog. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet zeker niet het duimpje omhoog te doen. Vergeet zeker niet te abonneren. Vergeet zeker niet een reactie achter te laten. En vergeet ook zeker niet het belletje aan te doen. Dan blijf jij op de hoogte van alles wat online komt. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.